De druk wordt opgebouwd met de benen, maar wordt via de rug op het blad overgebracht. Wanneer de benen in het begin van de haal al in een sterke positie zijn, moet de rug dus actief hangen om de druk over te kunnen brengen op het blad. De bult van een drukcurve, eigenlijk kracht-tijdcurve, wordt geleverd door het koppel, benen en rug. Zodra de armen worden bijgehaald, daalt de druk snel. Een goed samenspel tussen benen en rug, zonder dat de armen actief buigen, is essentieel. Bij een scherpe kniehoek, het ver oprijden, en minder buigen zijn de benen bij het begin van de haal relatief minder sterk. De rug zal dan door de heupstrekkers vanaf het begin meekomen. De rug wint als het ware. Andersom, bij minder ver oprijden en meer inbuigen, zijn de benen sterker en komt de rug in het begin van de haal niet of nauwelijks mee. Maar hangt wel tegen de beentrap in, als een spanboog. In het laatste deel van de beentrap zijn de benen weliswaar sterk, maar leveren niet veel arbeid meer, omdat een grote hoeksnelheid in het kniegewicht aan het eind van de trap slechts weinig snelheid, dus verplaatsing van het bankje, oplevert. Om voldoende uitwendige arbeid te kunnen leveren, moet de rug in dit deel van de haal actief tegen de benen inkomen. De spanboog komt los zodra hij de kans krijgt. Een catchpositie waarin niet extreem ver wordt gereden en de schouders zich duidelijk voor het bankje bevinden, verdient de voorkeur. De rug komt dan pas later in de haal tegen de benen op het moment dat het nodig is de beentrap als het ware aan te vullen. De armen worden pas op het laatst bijgehaald. De armen zijn wel sterk genoeg om in gebogen stand veel kracht over te brengen, maar niet om tegen die kracht in te buigen. Deze fasering in de roeibeweging is te vergelijken met het werpen van een voorwerp in de sport. Het keren achter wordt ingeleid door een actieve beweging omdat er een impulsverandering plaatsvindt. Massa keer snelheid. Om de bewegingsrichting om te keren is een aangrijpingspunt nodig. In het roeien zijn dat het voetenboord en de riemhendel. Wanneer de druk goed wordt vastgehouden en het blad tot het eind toe goed bedekt blijft, genereert het loslaten als vanzelf de keerimpuls. Voorwaarde is dat de handen goed doorlopen. Tijdens de keerbeweging wordt gedurende korte tijd getrokken aan het voetenbord. Voor een klein deel wordt dit keren ondersteund door in de laatste centimeters van de haal de schouders reeds een impuls naar voren te geven. Deze impuls mag echter niet te sterk zijn, omdat anders de druk op het voetenbord wegvalt. Zodra de impulsverandering heeft plaatsgevonden en bewegingsrichting van riem en rug is omgekeerd, is geen energie meer nodig. En gaat het dynamische moment van het keren over in de ontspannen, uitgevoerde recover. De recover dient ervoor te zorgen dat de roeiers klaar zijn voor het begin van de haal, zonder dat de bootsnelheid nadelig wordt beïnvloed. Uit energieoverwegingen moet de recover zoveel mogelijk ontspannen zijn. Rust is daarvoor een noodzaak. Kort na de omkeerimpuls achter wordt die rust gezocht. De handen gaan ontspannen over de knieën. Het inbuigen onderin de rug is compleet in het begin van het rijden. Het bovenlichaam, inclusief de armen, is dan klaar voor de haal. Het rijden is eenparig en ontspannen tot in de volgende catch.